video. Ik begin de video 's avonds om 10:30. Maar ik ga morgen vloggen. Maar ik wou jullie wel nu al een update doen van mijn chemische peeling. We zijn dag... Ik heb even denken dat woensdag gebeurt. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dag 4. En ik ben best wel aan het vervellen. Ik weet nu niet als jullie het gaan zien. Ja, ik denk dat de velletjes te klein zijn om te zien op camera. Ja. Het zijn alleszins... Hier ziet je het misschien een beetje op mijn neus. Hier. Het zijn alleszins allemaal kleine velletjes op mijn gezicht die er aan het afgaan zijn. Maar dat is goed, want dat betekent dat mijn huid zich aan het vernieuwen is. Dat de oude huid weggaat en er een nieuwe, mooie, frisse huid in de plaats komt. En ik heb ook hier een ja, er zit nu zalf op, maar echt een hele dikke onderhuidssfeer. Je ziet dat ook echt hier aan mijn kin, dat ik hier zo'n bult heb aan deze kant. Maar ze hadden gezegd dat dat wel kon gebeuren, dat je wel zo'n breakout kan krijgen eventueel. En ik denk wel dat dat ervan is. Nou, ik smeer wel zo'n ontsmettend zalfje op mijn gezicht om puistjes te voorkomen. Maar ja, deze heb ik niet kunnen tegenhouden precies. Maar mijn huid voelt best oké aan. Redelijk droog met die velletjes allemaal. Maar ja, dat is normaal natuurlijk. Dus ik wou dat even zeggen. Wij gaan slapen nu, maar ik ga morgen verder vloggen. Maar ik dacht nu dat ik al mijn schminker heb afgedaan en zo, dacht ik van, ik ga het toch even zeggen en laten zien. Maar ik zie wel echt dat mijn huid er best wel fris uitziet. Dus dat is wel goed. En ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien als al de velletjes weg zijn. En deze mooie pukkel. Oké, slaap wel en we zien jullie morgen. Goedemorgen iedereen. Ik heb net proteïnepannenkoeken gemaakt. Ze zien er niet zo heel smakelijk uit. Ik heb ze niet zo mooi gedresseerd. Maar er zit peanut butter op. Besjes die ik warm heb gemaakt. En honing. En dan heb ik mijn groene thee. Ik ga even een videootje kijken. Het is nog maar 8:30. Ik ben heel moe, maar oké. Aangezien dat ik echt geen zin heb om naar de fitness te gaan. Nu, misschien dat ik straks nog ga, als ik tijd heb, ik ga zien. Maar nu alleszins niet. Ga ik snel een at-home workout doen. Ik heb mijn zweetband aan. En veel vroegen van waar mijn band was. Maar ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk dat ik die gewone body and fit shop, of hoe noemt dat daar, heb besteld. En het product wat ik op mijn buik smeer voor vetverbranding is dit. Het is natuurlijk geen wondermiddel. En als je uiterlijke kilo's of zo wilt afvallen, dan gaat dit het niet doen. Het is gewoon voor het laatste hardnekkige vet weg te krijgen. Oké, ik ga snel een Tabata workout doen. En dan ga ik me klaarmaken voor naar kantoor te gaan. Oké, zo ziet mijn buik eruit na het gebruik van de band. En hier, je ziet wel dat het rood is. En mijn buik is ook echt wel heel rood. As you can see, waar dat die band en de zalf is geweest. Maar ja, dat is het goede. After workout food. Ik heb 2 carrot wraps. Daartussen heb ik lactosevrije kaas gesmolten. Noemt dat weer al die bonen? Black beans, zwarte bonen gewoon zeker. Ik weet het eigenlijk niet. Of hoe noemt dat? Kidney beans. Ik ga kijken. Ah, zwarte bonen. Oké, zwarte bonen. Dan heb ik een halve avocado op elke. En eiwit. Deze net hetzelfde. Yummy. Ik ben ondertussen terug.
Ik heb niks gefilmd op kantoor. Ah, ja, ik ben er bij mama en papa geweest, ja, maar op kantoor was same old, same old. Mm-hmm. We waren een nieuwe collectie aan het shooten, maar ja, dat hebben jullie al gezien. Dus ik vond het zo stom om dat nog eens te tonen. We gaan nu richting het Hasselt Centrum, ja, en we gaan eten bij het Borrelhuisje. Heb je een cadeautje? Nee. Meneer? Nee. Hoe nee? Nee. Meent je dat nu? Ja, ik meen dat. Sam! Ja, ik ga dat vergeten. Oké, okay, even. Oké. Okay. Sam is dus, we zijn dus onderweg. We hebben de verjaardag van Sam zijn moeke. En Sam is een cadeau vergeten te kopen. Typisch Sam. Ik had deze morgen nog gezegd dat hij mijn bloemenken of zo moest gaan halen. Maar meneer is het vergeten, zalen. Dus, oeps. Ja. Oeps, ja. Dus we gaan kijken als er nog iets open is. Maar ik vrees ervoor. We zullen zien. Oké, de spar was nog open, dus hij heeft nog bloemetjes kunnen halen. Oh, beter als niks. En ondertussen heb ik ook een donut gehaald. We gaan wel eten, maar... Voorgerechtje. Kom blijven. Kijk, lekker. Dit is trouwens mijn outfit. Ik heb een legerjasje aan. Dat is custom made met zo goofy op de achterkant. En mijn naam staat erop. Ja, en dan heb ik een gewoon khaki topje aan, rokjes van Totally Too en sandaaltjes van River Island, ik denk 2 jaar geleden of zo. We zijn terug thuis. Sam! Ik heb ineens heel veel hoofdpijn. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Zeg. Hoe gaat het? Ik wil bij je komen zitten. Ja, is goed. Ik kan wel op het schootje zitten. Liefke. Oh, ik heb echt koppijn ineens. Ik weet niet wat ik heb. Veel koppijn en dat soort dingen. Ja, koppijn en... Laat je nog maar eens maagpijn en... Nou, nee, niet. Gewoon, ik voel me gewoon niet zo goed. Maar het gaat wel. We hebben lekker gegeten. Mm. Ik had slaatje scampi. Jij had slaatje... Scampi en zalm. En spek. En spekjes, ja. Het was heel lekker. Het was heel gezellig. Mm-hmm. En nu? Ik weet eigenlijk niet hoe laat het is. Het is 8:45. 8:45? Ik wou zeggen, en nu gaan we slapen. Oh nee, ik wil gaan slapen. Het is nog maar 8:45. Gaat jij maar slapen, boelik. Ja, we gaan slapen, hè. Ja. Ga je nog niet? Nee. Nee, waarom niet? Nee, ik kan nog even een heel klein beetje werken dan. Maar we kunnen ook boven werken. Ja, dat ga je op goed. De laptop en ik kijk nee, iets op de laptop. Nee, is dat goed? Oké. Okay. Bedtime. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Ik ben moe. Ja. I'm very, very tired. Verzorgd geen. And tomorrow is gonna be a busy day again. Nieuwe collectie! Ja, en ik ben trouwens de vlog vergeten. Vandaag is het voor ons maandag. En ik ben de vlog vergeten voor vandaag. Gewoon echt me helemaal ontgaan om die te monteren. Ik zal vandaag de vlog van morgen al monteren. Oké, dus we gaan toch nog in de zetel dan. Hey Muffin. Hey Muffin, kom. Kom eens iets zeggen. Kom maar hier, kom. Milky, kom. Kom. Zou die komen? Nee. Nee, die komen niet. Oh jawel, Milky komt. Kom maar. Doe je arm weg. Kom. Kom maar hier. Kom. Kom schatje. Hop. Kom maar. Spring maar. Spring. Spring maar. Kom. Hupsakee. Kan het? Kom maar, Sheldon wil ook. Ah nee, voor de eerste. Kom. Kom, Milks. Kom. Ja! Ja. Goed zo. Hey. Goed zo, baby. Hey, schattie. Oké, we gaan de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Ik weet al begon niet meer wat ik heb gefilmd vandaag. Doe dan zeker thumbs up. En wij zien jullie... Morgen! Bye.